Oprecht. Ik denk dat het best wel slim is. Ik moet trouwens ook heel erg naar het toilet, maar goed, whatever the fuck. Hi, leuk dat je kijkt. Dit is een unboxing en het is, jawel, we hebben eindelijk... Oh, dit ding is trouwens zwaar gek. We hebben eindelijk weer een nieuwe partij binnen op Gamersnet. En er zijn ook zoveel vragen naar. Ik weet, in Gamersnet Gear en in unboxings altijd vragen mensen... Kunnen jullie een keer iets meenemen van Corsair? Ik heb ze bereid gevonden, die gekke Amerikanen. Dit is de Corsair K95 RGB Platinum, omdat de K95 RGB, dat is al langer een beetje het paradepaardje. Maar afgelopen CES had Corsair zoiets van, hey, we zijn toch in Las Vegas, grote beurs, we gaan dingen aankondigen. We gaan ons paradepaardje nog paradepaardje igger maken. En dus is de Platinum er gekomen. Deze is in verschillende uitvoeringen. Je hebt hem in black. Ik geloof dat wij black hebben. En ook nog gunmetal. Als in, volgens mij is het gewoon gemaakt van een soort van weggeworpen 9 mm guns ofzo. I don't know. Wil je het nog een keer zeggen? Wat? Gunmetal! Gunmetal! Ja, dus ik weet niet. Ik hoop dat hier gunmetal in zit. Black is ook goed, maar dit is een nieuw paradepaardje. 200 euro. We gaan hem gewoon openmaken. We gaan kijken wat erin zit. En het schijnt nogal wat te zijn. Overigens, nu heb je natuurlijk zoiets van 200 euro, Tom. Dat is waarschijnlijk het duurste toetsenbord dat jullie ooit hebben gehad. Nee, dat is niet waar, want we hadden een tijdje terug van Asus, de ROG Claymore. Die was gewoon 230 euro. Dat is echt bizar. Maar dit is wel... Kijk, Corsair is natuurlijk wel iets meer ervaren op het gebied van keyboards en muizen. Dat doen ze al langer. Met Cherry MX switches. En op zich schijnt het best wel mooi, degelijk spul te zijn. Dus ik hoop ook dat hier uit deze doos een degelijk beestje gaat komen. We zetten de doos even hier zo neer. Ik hoop wel... Kijk... Het is de eerste keer dat wij iets van Corsair meepakken op Gamersnet. Dus ik weet niet hoe het zit met hoeveel klassen ze hebben met het verpakken van dingen. Het is nogal een ding, weet je wel. Hoe mooi pak je je spullen in? We gaan het merken bij Corsair. Best wel fraai netjes ingepakt. Voelt goed. Doos is al netjes. Logo staat er een aantal keer mooi op. En dit is dan de K95 RGB. Wat we eerst eens gaan doen is denk ik deze er even uithalen. Want dit is de kabel. Wow. Oké, je moet geen ruimtetekort hebben op je USB-poorten achter op je moederbord, want dit zijn aardige pluggen, holy shit. Je hebt er ook twee nodig, want hij snoert natuurlijk ook een aantal dingetjes door, dus dan is het wel zo handig om meer USB-poorten vrij te leggen. We halen hem gewoon even uit, dit is goed zo, dus deze mag aan de kant. Wat een snoer ook echt, maar natuurlijk draait dit uiteindelijk om het toetsenbord. En nee, dit is nog niet het complete toetsenbord, want hieronder liggen nog meer dingen. Maar laten we eerst even deze eruit halen. En ik zal zo ook mijn laptop erbij pakken, dat we hem even aan kunnen sluiten, want hij is natuurlijk RGB, dus hij is alle kleuren van de regenboog, gaan we zo ontdekken. Plus hierboven zit nog een ding. Kijk, je zou denken, oh, die toetsen zijn kleuren, maar hier zit nog een soort van lijn die straks licht gaat geven. Maar dat ga je zo zien. Allereerst, dit is de booklet. De voerkleuren van Corsair zijn natuurlijk ook altijd zwart met geel. Black and yellow, black and yellow. En wat we dan zien is allereerst de booklet met extra toetsen, WASD, met ook echt een textuurtje eroverheen. Deze zijn ook helemaal vacuüm verpakt. Nul reden om vacuüm te verpakken, tenzij ze misschien van metaal zijn. We gaan het zien zo. En natuurlijk zo'n grijpertje om de toetsen mee van de switches af te jenken. En dan zie je zo, je krijgt ook echt 6 toetsen bij. Dus het is niet WASD, het is ook nog je Q en je E erbij. En nee, niet metaal, maar wel wonderschön, met wel een textuurtje. Het is Q&A. Q&A. Ik wil deze nou ook wel even openmaken. Maar dan explodeert het, dus dat kan gebeuren. Ik zit alleen ook een beetje te kijken. Dit zijn nog meer WASD's, maar deze hebben ook weer net een andere ligging. Dat kun je gewoon zien hier. Kijk hoe... Er zit een beetje een curve in. En dat schijnt dus zo, of het ene is voor de FPS en de andere is voor de MOBA of voor de MMO. Schijnt het zo ingeroosterd te zijn door Corsair. Dus ik weet niet in hoeverre dat handig is. Gaan we straks allemaal ontdekken met de Gamersnet Gear en natuurlijk de geschreven review. Maar hey, ook nog zo'n leuk grijpertje is altijd handig dat je hierbij krijgt. Dan kun je net iets makkelijker je toetsen verwijderen of de keycaps verwijderen van je toetsen. Dit is leuk, want ik heb hier al iets over gelezen. Open here, gaan we dat doen? Gaan we dat doen, jongen? Corsair, je zegt het maar. Dit is een polsteun en die is dubbel. Sided. Naar het schijnt. Tenminste, voor zover ik heb mogen geloven van de wonderschone internetpagina, is dit een kwestie van een polsteun die aan twee kanten te gebruiken is. Maar ik geloof dan dat dit eruit geduwd moet kunnen worden. Hoppatee. Dus dit is je polsteun. Je legt hem zo neer. Dit is natuurlijk niet heel comfortabel, maar dan kun je dus kiezen. Wil je deze kant gebruiken? Dat is ook een beetje, hij is stevig. Het is niet echt heel zacht. Het is wel echt een soort van rubberen plaat. Vrij stug ook.
Maar dan kun je dus zeggen van, nou, we pakken deze kant of we pakken die kant. En dat zal dan wel ook weer zijn voor het ene is voor misschien je FPS en het andere is voor je MOBA. We don't know. Ik ga hem wel even uit het folie halen. Wat letterlijk onmogelijk is. Hehe. Godskoleren. Oké, en daar gaan we dan. Voilà. Het is echt een stuk rubber. Dan kun je hem dus zo erin duwen. En dan kun je dus zeggen van, oh, deze is handiger. Of natuurlijk, we gaan voor die andere kant. Ik weet niet wat het verschil is, maar het schijnt dubbelsided te zijn voor superveel gemak. Without further ado, dat is alle peripherals die erbij zitten. En natuurlijk een boekje, warranty guide. Goed, wie leest die boekjes nog? Ik bedoel, de meeste dudes hebben ook gewoon zoiets van boekjes. Ik vind het zelf wel uit en dat snap ik ook, want het is gewoon best wel een logische reactie. Anyway, het toetsenbord zelf is natuurlijk ook belangrijk. Het is nogal een unit. Hij weegt ook niet al te licht. Het is ook echt stevig ingepakt. En dan, voilà. Haal je hem er zo uit. Wat hieronder zit zijn overigens dus wel cherry toetsen. Ook extra macro toetsen. Maar dit zijn cherry switches. En dit zijn switches die ik nog niet ken. Dit zijn namelijk de speed switches van cherry. Optioneel wordt dit toetsenbord ook geleverd met de bruine switches. Die kun je denk ik wel kennen. Dat, persoonlijk vind ik het favoriete. Die Asus had bruine switches. Heel veel Rockall toetsenborden hebben bruine switches. Je kunt heel veel verschillende toetsenborden met die bruine switches laten leveren. Maar dit zijn de speed switches die een ontzettend snel actueringspunt hebben. Dus dat je gewoon echt, je hoeft het maar aan te raken. Gewoon een beetje en het punt is al geactiveerd. Naar het schijnt. We gaan het allemaal ontdekken straks in de review. Wat ik wel nog even ga doen, is een USB-apparaat erbij halen. Dat we dit ding aan kunnen sluiten en kijken hoe de kleurtjes er ook uitzien. Zodat je dat ook meekrijgt in deze super vlotte, uitgebreide unboxing. Ja, daar zijn we weer. Zag je hem? Het was een soort van handmatige, analoge swipe. Wow! Welkom terug. Ik heb een toetsenbord erbij gepakt. Of sorry, mijn laptop erbij gepakt, zodat we het toetsenbord kunnen gaan testen. Twee USB'tjes. Viel me trouwens wel op zijn USB 2.0. En hij snoert ook maar één USB 2.0 door. Ik vind dat voor €200 vind ik dat wel al meteen een soort dingetje wat dan wel weer opvalt. Anyway, we steken er één in. Toetsenbord werkt nog niet. Oh, het toetsenbord werkt wel! En ik moet zeggen, het is natuurlijk weer zo'n open body. Holy poep. Het ziet er wel weer lekker fel kleurrijk uit. Je hebt nog een knopje voor het licht hier. En het mooie is dus ook, het Corsair logo gaat ook mee, maar deze balk hier is dus ook helemaal voorzien van ledjes, die dus ook aan de zijkant nog doorloopt. Echt bizar. En natuurlijk dat open imago van zo'n toetsenbord, dan zie je wel iets meer die kleuren natuurlijk eruit poppen. Ben ik persoonlijk wel fan van. Maar goed, we gaan het binnenkort ontdekken. De Corsair K95 RGB Platinum. En volgens mij niet gunmetal, maar gewoon black. We gaan hem binnenkort ontdekken in Gamers Net Gear en met een geschreven review. En voor de mensen op YouTube, dit is niet een review. Want iedereen noemt unboxings tegenwoordig reviews. Waar slaat dat op? Kom terug op gamersnet.nl. Gaan we binnenkort dit ding helemaal behandelen van of het nou die €200 waard is. Voor al die leuke kleurtjes. Cherry speed switches en een leuke polsteun die aan beide kanten te gebruiken is. En gewoon een mooi toetsenbord. Let's go. Tot snel. Dit was Tom. Peace out.